Bijzondere notebooks ontvangen we altijd graag bij Hardware Info. En deze week hebben we er weer eentje. BTO die stuurt ons echt een krachtpatser. Ja, dit is de 18CL33. Ja, en de naam doet het al een beetje vermoeden. Dat is een 18,4 inch notebook. Maar ja, het is echt een beest van een machine. Hij weegt 8,4 kilo. Nou ja, de adapter die doet er ook nog 1,5 kilo bij. Er zijn stoeptegels die minder wegen. Dus in totaal loop je met 7 kilo als je er nog wat andere dingetjes bij telt over straat als je dit mee wil nemen. Dus ja, eigenlijk draagbaar kunnen we hem bijna niet meer noemen. Maar het is echt gewoon een knaller van een machine. Nou, vertel, wat zit er allemaal in? Nou, laten we beginnen met de processor, een Core i7-820QM. Dat is de op 1 na snelste op dit moment voor mobiele computers. Er zitten, hoe heet het, 2 GTX 285M's in, dus in SLI. 12.000 3D Mark Vantage punten in totaal. Ja. Nou, dat is echt wel een hoge score voor een notebook. Ik wou zeggen, in de desktopwereld kijken we er niet heel erg van op. Maar bij notebooks, er is eigenlijk geen enkel apparaat wat daar ook maar een beetje binnen de buurt komt, toch? Nee, nee. En ja, kijk, je ziet het dus ook al dat op het moment dat hij aan het werk gaat, dan maakt hij ook gewoon best wel een tering, Harry. En er zitten ook 2 Intel Postfill 80 GB SSD's in. Dus qua harde schijf access hoef je hier ook niet echt over te klagen. Hij is echt super snel. Nou, en die SSD's zitten dan ook weer gewoon in RAID 0. Dus ja. Eigenlijk gewoon, het is al sneller omdat het SSD is en dan nog sneller omdat het 2 keer in RAID 0 is. Ja, want dan gaat hoef je dus echt helemaal niet te klagen over de performance. Nou ja, dus ik zeg net, hij gaat stil, is hij dus echt niet. Hij maakt best wel wat herrie. En wat ook wel grappig is, dat er dus van die touchknoppen op zitten, waarmee je dus ook bijvoorbeeld zo het volume kan regelen. Maar eigenlijk wat nog het meest bijzonder is, als je naar de zijkant kijkt, dan zit er dus in plaats er zit een DVI-aansluiting op, maar er vonden er ook 2 HDMI-aansluitingen op deze machine. Ja, en dat is vrij bijzonder. En dan was het niet alleen een HDMI-uitgang, maar zelfs een HDMI-ingang. Ja, ja, de fabrikant BTO en ja, de originele fabrikant Clevo, die hadden namelijk een bijzonder idee. Die HDMI-ingang die is namelijk bedoeld om dit scherm ook nog op een andere manier te kunnen gebruiken. Want als je dus, ja, het is toch een full HD-scherm. Daar kan je dus een, bijvoorbeeld een gameconsole of bijvoorbeeld een HD-tuner op aansluiten. En dan naar de beelden kijken op de computer die de HDMI-ingang op het scherm worden getoond. Maar voor de duidelijkheid, die HDMI-ingang die staat dus rechtstreeks in verbinding met het scherm. Ja. Je moet dus niet denken dat je zeg maar, dat het zeg maar via de computer loopt, dat je de HDMI-ingang kunt gebruiken om bijvoorbeeld video te capturen. Nee, nou ja, je kan beelden maken. Kijk, je kan het gewoon over een windowtje draaien. Ja. Maar je kan ook plaatjes schieten, maar het is niet mogelijk om bewegende beelden op te nemen. Volgens mij heeft dat iets met de HDMI-standaard te maken dat ze dat officieel niet mogen. Maar ja, dan heb je over die HDCP-kopieerbeveiliging, dat is natuurlijk niet voor niks bedacht. Ja, en het grappige is dat het chipje wat ze daarvoor gebruiken, die is afkomstig van Trident. Dat bedrijf bestaat dus nog. Dat bedrijf bestaat inderdaad nog. Ja, die houden zich onder meer bezig met chipjes voor set-topboxen. En ook dit soort chipjes maken ze. Ze maken ze onder meer ook voor AVMedia. Die stopt ditzelfde chipje ook op een insteekkaartje. En dan kan je dus HDMI capture. Ja, want Trident kennen wij nog van de tijd dat zeg maar ATI en Nvidia nog niet bestonden. Ja. Toen maakte Trident zeg maar Visa Local Bus kaartjes voor je als videokaart. Ja, en ISA kaarten met VGA aansluiting erop. Waar de tijd dat 2D acceleratie ook nog niet eens bestond. Nou, genoeg over 3D. Ik zie hier zelfs ook nog een antenne aansluiting. Dus TV tuner zit erin. Ja, die kan je er ook in krijgen. Dat is zoals altijd bij BTO kan je dus dat de hele machine configureren. En dus je kan ook zeggen van ja, ik heb liever harde schijven bijvoorbeeld in plaats van die SSD's. Of ik heb liever een wat andere processor. Of ik wil liever die Extreme Edition nog van de Core i7 hebben. Je kan er ook een Blu-ray speler in krijgen als je dat wil. Ja. Het enige wat ik wel jammer vind voor deze uitvoering is dat de draadloze netwerkkaart, dat is een Realtek kaartje. Ja, en voor zo'n machine als dit, dan zou ik toch minimaal Intel nemen. Hebben we een accutest gedaan of durfden we het niet eens aan? Ja, dat hebben we gedaan. Hield het een uurtje vol, dus dat stelt niet zo heel veel voor. In dit geval praat ik liever over dat er een ingebouwde UPS in zit. En wat kost die in de configuratie zoals die hier staat? Vanaf zo'n 3100 euro. En met dit beest van een notebook komen we het eind van Hardware Info TV. Volgende week vrijdag, zoals iedere week, zijn we er weer. Tot dan.